In Lier loopt in het kader van Breukeland de tentoonstelling Sint tot de Derde. Het gaat om macht ter gewoonte, dus we hebben het over tradities. En we zien uiteraard in de werken van Breugel ook religieuze feesten opduiken. Er wordt heel veel gefeest, er worden heel veel kermissen gehouden. En een kermis komt van kerkmis, houdt dus eigenlijk verband met kerkelijke feesten. Sint tot de Derde, macht ter gewoonte, zet drie religieuze feesten van Lier in de kijker. Het feest van Sint Gumarus, van Sint Gubertus en Sint Antonius. Mijn voorwaarde bij zoiets is altijd dat ik gewoon mijn eigen zin mag doen. Als iemand mij op voorhand gaat zeggen van ja, we vragen het aan jou, want kan je dat op zus of zo'n manier in beeld brengen? Dan blokkeer ik helemaal, dan hoeft het eigenlijk voor mij zelfs niet. Want ik ben niet het type fotograaf dat eigenlijk op pad gaat om een soort bevestiging gaan te zoeken van iets wat mensen al denken te weten. Op een schilderij van Breugel is er heel veel te zien. Dus als je heel aandachtig kijkt, dan zal je ook heel veel details ontdekken. En Jimmy doet dat ook. Hij focust op details. Details die vaak ook heel grappig en humoristisch zijn. De beelden zijn vrij recht toe recht aan. En eigenlijk heel laagdrempelig op een of andere manier. Meestal fotografie wordt heel vaak soms een beetje te veel gezocht in mijn ogen. En te veel naar een soort spanning gezocht van dat en dat combineren. En vroeger deed ik dat ook wel, maar ik ben er een beetje van afgestapt. En soms die simpelheid, zoals bijvoorbeeld hier. Je ziet echt meer dan levensgroot. Twee handen die daar over elkaar gekruist zijn. Met van die leren handschoenen. Het worden bijna varkenspootjes eigenlijk. En dan met zo'n een beetje een foute bontjas aan en zo. Eigenlijk is een super simpel beeld. En los van misschien heel deze museale context, is dat misschien ook niet zo spectaculair. Maar als je dat dan ook nog eens combineert, hier wel met die grote dat varkenskop en dit beeld hier ook gewoon pal ertegen geplakt en de rest van heel die context, krijg je toch een heel ander verhaal eigenlijk. Tegenwoordig word je zo overspoeld door beelden in de media en zo. En we leven echt in een soort van klikcultuur of een swipecultuur. En hier, dat is echt een totaal ander gevoel. Hoe dat je, als je hier staat, hoe dat die beelden, hoe dat werkt. En ook de afwisseling van klein en groot. En ook een beetje soms die stilte dat er dan zo heerst in een museum. Dat draagt allemaal bij tot een soort van beleving eigenlijk die totaal anders is dan dat je iets op een schermpje kan zien. En dat is iets dat volgens mij mensen is dringend een knop moeten terugdraaien.